Als griffier ben je nauw betrokken bij een zaak samen met een rechter. Je ziet het dossier eigenlijk als eerste en dan bestudeer je dat, kijk je of er knelpunten in zijn. Wat is ontlastend, wat is belastend voor een verdachte? Wat zijn zijn persoonlijke omstandigheden? Kun je bepaalde verweren verwachten? Moet er misschien nog iets uitgezocht worden? Ja, eigenlijk doe je een eerste slag over het dossier heen voordat de rechter daarmee aan de gang gaat. Schorsing. Oké. Bewaring. Vervolgens ga je natuurlijk mee naar zitting. Schrijf je mee alles wat er gebeurt. Als het een meervoudige zaak is, ga je mee in raadkamer met de rechters. En doe je mee in een discussie over wat moet er met een zaak. Kan het feit bewezen worden verklaard of niet? Moet er een straf volgen? Wat voor straf moet er volgen? Zijn er bepaalde verweren die verworpen moeten worden of die we honoreren? Waarom is dat zo? En dan vervolgens schrijf je het concept vonnis. Je bent maatschappelijk betrokken en het gaat over hele basale dingen. Het gaat over goed en fout en straf of geen straf. En het zijn soms best wel heftige beslissingen die worden genomen die voor de persoon in kwestie wel zwaar ingrijpen in hun leven. En dat maakt het werk voor mij erg interessant.